Moet het cameratoezicht rond de Bussumse horeca terugkeren? En wat doet de gemeente om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan? Kijk naar het gesprek met de burgemeester op Gooi TV. Meneer de burgemeester, welkom. Dank u wel. Ik ga even terug naar afgelopen woensdag. Toen besprak de gemeenteraad de begroting. Dat is altijd voor veel partijen een mooi moment om eens even te schieten en om met nieuwe voorstellen te komen. Een van die voorstellen was de terugkeer van het cameratoezicht rond de horeca. Vooral het stationsgebied, zoals daar de afgelopen jaren een proef was geweest. U gaf aan daar wat voor te voelen. Allereerst eens kijken, wat voor plan is dit precies? Nou, één ding. Een paar jaar geleden is in Bussum gekozen voor cameratoezicht. Er zijn ook camera's opgehangen, maar die hebben op een of andere manier, ik weet niet waarom, hebben nooit gefunctioneerd. Nu is het zo dat daar toch soms incidenten zijn in het centrumgebied. En daarvan wordt gezegd, ook zo richting de kroegen, richting het station, van is het nou niet mogelijk om aan die bestaande palen dan weer nieuwe camera's te hangen en dat uit te rollen. Nou, toen heb ik gezegd van luister eens, er gebeurt inderdaad af en toe wat daar. En laten we nou eens een analyse maken van de afgelopen anderhalf jaar, wat daar nou feitelijk is gebeurd. En geeft dat aanleiding om zo'n maatregel als camera's te rechtvaardigen. Want er moet wat dat betreft van het Openbaar Ministerie ook altijd proportionaliteit zijn. Je moet niet te zware middelen inzetten als het probleem niet zo groot is. En het tweede probleem wat eraan zit is de privacy. Mensen vinden dat toch minder privacy als daar camera's hangen. Dus er moet gereden fundament zijn om te zeggen van we gaan er ook camera's neerhangen. Er moeten ook voldoende dingen zijn die misgaan daar om te zeggen camera's ophangen. Nou, die analyse, dat is een quick scan, dat doe ik kort. Geen lange onderzoeken of zo, dat zal ik laten maken en dan kijken we of dat daar nodig is of niet. Ja, niet dat we op de zaken vooruit lopen, maar op de eerste oog. Wat denkt u? Heeft dat zin, het cameratoezicht? Ik ga daar niet op vooruit lopen. Ik wil precies de cijfers van de politie hebben van wat is daar precies gebeurd, in wat voor omvang, hoe vaak. En op basis daarvan ga ik ook met het Openbaar Ministerie even in overleg. Wat doen we daar? Maar dat kan je in een vrij kort tijdsbestek dat doen. Ja, precies. En als dat zin heeft, heeft u eigenlijk al in de gemeenteraad een beetje aangegeven. Ja, dan kunnen we er best serieus naar gaan kijken. Dat vind ik wel. Maar dan komt het toch wel in de gemeenteraad ook. Want er waren al een aantal signalen voor de privacy. Voor de privacy. Wil je dat dan toch doen in verband met die privacy? Ja, nou, dat is nog niet altijd even makkelijk om vanwege die privacy die dingen op te hangen. Want er was bijvoorbeeld de fractievoorzitter in het VVD. Die was meegeweest met het horecateam op een avond hier in het centrum. En die zegt, nou, wat mij opviel daar, dat is dat de politieagenten de lastige klanten kennen. En als ze niet kennen, de jongerenwerkers staan ze goed mee in contact. Die kennen een paar lastige jongeren. Dus op zich hebben die een vrij aardig beeld over de overlastgevers. Nou, dus die kun je al aanpakken. Daar heb je geen camera's voor nodig. Dus daar zit een ook gerechtvaardigde discussie in. Nou, dat is een lekkere politieke discussie. Daar worden we hiervoor betaald. En die gaan we dan aan. Ja, kort gezegd, ja, camera toezicht, dat kan helpen om overlast tegen te gaan. En misschien daarna de raddraaiers ook aan te houden. Ja. Maar dus niet altijd. Er zijn ook andere methoden om dat te doen. Minder vergaande methoden. Methoden. Nou, en dan, hè, zoals de fractievoorzitter van de VVD zegt, de heer Duits zegt, van ja, doe dat dan met gesprekken met jongerenwerkers. Die weten precies wie de raddraaiers zijn, nou, dat ze die meer in de gaten houden. Dus er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Ja, precies. Ja. Ja. En het resultaat van die quickscan, of die kamers zouden kunnen komen, of wat aanleiding ervoor is, die kunnen we daar kom ik met verwachten. Een voorstelletje. Ja. Nu we het toch even over de begroting hebben, er staat er nog, zoals gezegd, heel veel meer plannen in. Maar wel een mooie sluitende begroting. Ja. Dat is allemaal goed gelukt. We moeten even kijken, in de meerjarensfeer zijn nog wel wat zorgen. Maar goed, dat kun je over een paar jaar uitsmeren. Op dit moment is die sluitend. En wel een grote opgave nog voor de komende jaren. Om ook de zaak dicht te schroeien. Maar onze vermogenspositie is ook heel redelijk, moet ik zeggen. Dus dat buffertje, daar mogen we gezegend mee zijn in deze gemeente. Dat ja, is heel precies. Mooi. Ja. En nu komende woensdag, dan wordt er als het goed is tenminste een klap gegeven. Als het goed is, zou dat woensdag moeten gebeuren. Er zijn nog een paar open enden waar we even naar moeten kijken. Dus dat hangt nog even. Maar het zal in ieder geval voor 15 november moeten. Want dan moet je de begroting ingediend hebben bij de provincie. Ja, u zegt wat open eindjes. Zo'n eindje is misschien ook eentje van de hondenbelasting. Waarvan de raad eigenlijk raadsbreed zei van nou, die kunnen we wel afschaffen. Ja. Maar ja, er komt wel een gat. Of een gaatje. Zou dan daardoor, door het afschaffen van hondenbelasting, ontstaat een financieel gat. Dat moet gedicht worden. Het tweede is nog dat er beheersplannen, nieuwe beheersplannen voor de openbare ruimte gemaakt zijn. Dat was op basis van een visie van de raad. Het moest goede kwaliteit zijn. Ja, en dat kost dus wel 1,7 miljoen. Dat zit verwerkt
En nu zegt de raad van ja, dat was eerst nog financieel nog niet helemaal duidelijk, nu wel. Dan willen we ten principale daar ook nog wel eens over spreken. Dus dat is ook even een punt wat nog, misschien nog één of twee dingen. Dus in ieder geval moet die voor 15 november vastgesteld worden. Maar of dat nou woensdag gebeurt of iets later, dan moeten we nog even kijken dan. Oké, nou, wordt vervolgd. Dan even ook terug naar afgelopen weken. Er kwam een raadsmededeling richting de raad over ondermijningsbeleid. Dat is een moeilijk woord. Eigenlijk voor het tegengaan en het signaleren van georganiseerde criminaliteit in onze gemeente. Ja. En als je dat zo leest, dan schrik je eigenlijk wel een beetje. Nou, relatief. Er is ondermijning in heel Nederland. Ook hier. Maar relatief, en dat is het kenmerk van ondermijning, is het zo dat de burger daar niet direct veel van merkt. Het zit hem in de drugscene. Ook met name niet alleen de handel in drugs, want dat heeft wel last van. Maar met name ook in het witwassen van drugsgelden. Dat is een punt. En het zit in met name onroerend goed. En dat zit hier wel vrij veel natuurlijk. Vrij veel vermogende toestanden. En dan met witwassen. Dus de burger direct ziet daar niet zoveel van, maar het ondermijnt op een gegeven moment wel. Nou, en dit zijn met name hier de twee grote punten. En nou, daar moeten we dus met de oren en ogen goed openzetten. Door onze controleurs, ook van de milieudienst, van de buitendienst, van de bouwdienst, de BOA's, politie. Goed kijken van waar zit misschien mogelijk witwassen. Als ze toch op straat lopen, daar aantekeningen maken, doorgeven aan een meldpunt hier. En dan wordt dossier opgebouwd per geval. Nou, en zo werken we dus heel systematisch aan dit ingewikkelde gebied. Want het is net onder de oppervlakte. Dus je ziet het niet daar. Het is geen overval. Het is geen diefstal. Maar het is indirect sluimerend. En dat is dus een lastige toestand. En dat doe je alleen door een dossier op te bouwen. En daar hebben we iedereen die op straat loopt voor nodig. Ik doe het zelf ook. Als ik op de fiets zit en ik zie bepaalde dingen. Ik weet bepaalde objecten. Nou, dan geef ik dat ook door aan het meldpunt. En die kunnen een dossier opbouwen. Om een keer goed toe te slaan dan. Ja, precies. Dat is en natuurlijk het tegengaan van de criminaliteit. Ja, en het past een beetje in de traditie van de laatste jaren. Oud-collega Leers van Maastricht is begonnen toen de woonwagenkampen een keer goed aan te pakken. Dat was heel hard nodig. Dat is gevolgd. Ik heb het in mijn vorige gemeente ook gedaan. Dat is goed gegaan. Daar moet af en toe moet daar de goede controle op zitten. Echt. Dat is met motorclubs, hebben we daar een paar jaar heel sterk aan gewerkt in Nederland. Ook dat is goed gedaan. In mijn vorige gemeente hebben we dat ook een aantal dingen aangepakt. Nou, en nu is ondermijning staat op de rol. Maar we zeggen wel eens van ja, in Nederland er wordt niet zo actief geacteerd door de politie en niet stevig aangepakt. Nou, op die onderwerpen is dat goed gegaan. En ik heb ook alle vertrouwen, hè, dus woonwagens en dingen. En dan heb ik goed vertrouwen dat ook op het punt van het witwassen en zo en van de ondermijning, dat we daar ook stappen kunnen maken. Ja, want bijvoorbeeld de handel in drugs en het witwassen, u zegt al, dat zijn dingen die ook in Gooise Meren spelen. Ja. Dat gaan we met z'n allen aanpakken, goed opletten. Daar merkt de burger op staat op zich van de criminaliteit zelf niks van. Nee. Maar wat merken we van die aanpak? Van de aanpak, daar zou je misschien daardoor ook niet zoveel kunnen zien. Maar het is wel zo dat met het witwassen gaat natuurlijk het hele belastingstelsel gaat uiteindelijk om zeep. Met malversaties, met soms intimidaties die daardoor komen. Ja, er worden wel hele groepen, je hebt een stuk mensenhandel, heb je er ook in zitten. Dus de normale burger, om maar zo te zeggen, die direct wordt er niet mee geconfronteerd, maar indirect kunnen dit soort ontwikkelingen ontzettend ondermijnend zijn, die het hele belastingstelsel hier kapot maken. Of die mensen enorm kapot kunnen maken. Mensenhandel bijvoorbeeld, prostitutie en dat soort dingen. Nou, dus indirect is dit een heel groot gevaar. En daar zal de burger dan hopelijk op dit front ook rust, meer rust voelen. Precies, nou, laten we dat hopen. Dan even kijken in Muiden. Ja, daar ook afgelopen week. Ja, eigenlijk best triest nieuws. Vorig jaar een heel succesvol Dickens Festival. Ja. En dit jaar moet de organisatie besluiten om het niet door te laten gaan. Ja. Eigenlijk omdat het vorig jaar zo goed ging. Ja. Je kunt zeggen van ze gaan een beetje onder aan het eigen succes. We hebben berekend dat er ongeveer 3000 auto's zouden komen voor bezoekers aan het Dickens Festival komend jaar. De organisatie heeft dat berekend. Nou. Toen hebben wij met de gemeente, met hen ook geïnventariseerd hoeveel extra plaatsen kunnen we genereren in Muiden. En dat zijn 800 tot 1000. Dus als men daar wat wil organiseren in Muiden, kun je gebruik maken van ongeveer 800 tot 1000 extra parkeerplaatsen. Nou,
Daarnaast kun je van een overlooptermijn het terrein in Almere kun je gebruik maken bij het evenemententerrein in Almere. Maar dan moet je busjes laten rijden enzovoort. Een grote logistiek is dat. De organisatiecomité heeft gezegd, nou, het is een plaatselijke toestand, dat wordt ons te zwaar, dat willen we niet doen. Dus betekent dat gewoon, helaas, pindakaas, moet ik wel zeggen, echt helaas. We hebben vorig jaar ook nog mogen spelen op dat dikke, hartstikke leuk. De zangers van de ambtenaar mee, dus dat was ontzettend leuk. Ja, dat het niet doorgaat en misschien dat ze volgend jaar een wat aangepaste formule doen. Dat het wat kleinschaliger wordt, niet een festival, maar gewoon rondom de kerken wat. Ik zou dat een dringend beroep doen dat het mogelijk is. Maar op dit korte termijn heeft men gezegd dat is niet verantwoord om dat te doen. En, dus dit jaar helaas geen Dickens Festival. Afgelopen weekend was er wel Muiden, Pampus Muiden. Ook met heel veel mensen en zo. Het was prachtig weer allemaal. Het was een enorm feest. Dus nou, dat heeft Muiden dan wel weer gehad. Ja. Dus Sinterklaas komt eraan. Nou, was Sinterklaas samen met de wethouder Hendricks ook ontvangen in Muiden. Dus er komen leuke dingen aan in Muiden. Maar dit even niet dit jaar. Nee, precies. In die opvang. U noemt de roeisloeperis, maar de Pampus Muiden. Wat ook natuurlijk elk jaar heel groot is. Ja. Ja, er zullen natuurlijk veel mensen zeggen, ja, dat kan wel. En is Dickens dan echt zoveel groter? Ja, dat is zoveel groter. Ja, Dickens is zoveel groter. En Dickens is tussen 12 uur en 5 uur 's middags. Dus een hele concentratietijd. Dat Muiden, Pampus Muiden, dat komt in vrijdag wat aanrijden. Dat gaat heel rustig op zondag weg. Grotere gebieden worden daar gebruikt allemaal. Dus dat is een hele ander kaliber dan een concentratietijd tussen 12 en 5. Dat in één keer 3000 auto's daar de stad binnenkomen. Ja, Muiden gewoon te klein voor zo'n groot evenement. Daar komt helaas wel, ja. 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 Nou, dan hopen dat het volgend jaar op een kleinere vorm misschien ja, toch daar hoop ik op. Ja. Oké, dan nog wel iets leuks, tot slot. Om iets leuks om mee te eindigen. Komende donderdag het 200ste transport van Kinderen in Nood. Ja. Organisatie die Oost-Europese landen helpt, waar armoede nog heerst. Ja. Ja, voor de 200ste keer, dat is bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. 25 jaar geleden, na de val van de muur, zijn ze ermee gestart. Met basic needs is het feite. Hè? Dus kleding is het, zijn fietsen allemaal, het zijn koffiezetapparaten, nou, het is van schoolmiddelen voor de kinderen. En dat ze dat zo lang hebben volgehouden en nog steeds met enorme containers daar naartoe reizen, het is heel goed. Ik weet ook, heb ook gezien, ik ben ook beschermheer van de club, daar ben ik heel trots op, dat ze daar ook de besteding is optimaal. Ze hebben daar een aantal kernfunctionarissen die precies de lokale situatie kennen, dat het echt bij de jeugd te huizen terechtkomt. En die kinderen hebben het echt niet makkelijk daar. Dus dat is goed besteed. Helemaal leuk is dat ook in dat 200ste transport nu de overtollige dingen die men had, oudere dingen die nog best goed zijn overigens, maar nou ja, hier moest het in de nieuwe school, de Emma-school, moest het nieuw. Oké, die dingen heeft de Emma-school gezegd, dan gaan wij een tweede leven gunnen. En dat is dan ook in Roemenië. Met de 200ste transport gaat het mee. Dus hoe mooi kan het zijn, Bussumse lessenaars en stoelen en zo voor de kinderen, nu voor de mensen in Roemenië, de kinderen in Roemenië. Ja, dus precies. Gefeliciteerd aan deze club. Chapeau voor alle vrijwilligers. Oké. En lekker volhouden dat transport komende donderdag. Ja. Oké, nou, mooi om af te sluiten. Dank u wel voor nu. Gaat u aan het werk. We spreken elkaar over 2 weken weer. Nu bedankt voor het kijken. Inderdaad, graag tot over 2 weken.